Maandag is? Wasdag, hè? Zoals woensdag? Gehaktdag. Juist. We hopen over een jaar of 3, 4 wel de grootste ter wereld te zijn. Van der Kleij, ze hebben geen bloed in hun aderen, maar zeepsop, hè? Grote wasjes, kleine wasjes, stopt ze in de wasmachine, draaien, draaien, laat... Nou ja, goed, hoe het ook zij, je hebt grote wasjes, je hebt kleine wasjes. Zelf heb ik een voorlader waar 7 kilo in gaat, dus ik ben fors geschapen op wasmachinegebied. Hoe het ook zij, er is altijd baas boven baas. En hier in Utrecht staat de allergrootste wasserij van de hele wereld. Als Europa dan de wereld is. En daar staan wasmachines. Laat maar lekker draaien. Ik heb nog nooit zoveel vuile was bij elkaar gezien. Nee, hè? Henk. Dag, Gerard. Gerard, jij bent eigenaar van deze wasserij, hè? Ja. Sinds wanneer bestaat die? Wij bestaan vanaf 1637. Serieus? Zo oud zijn wij al, ja. Maar ik zie hier allerlei moderne capriolen. En in 1637 hadden ze dat natuurlijk al. Nee, hadden we niet. Toen waren wij ook kleerwassers en geen wasserij eigenlijk op een grote burcht. In een kasteel was je de kleren soort, van de... Op een burcht, hè, waar een gemeenschap eigenlijk de voorloper van een dorp, hè. Ja, ja. En was je dan de kleren van de rijke mensen? Nee, gewoon van het volk wat daar ook was. Hè. Er was een smid, er was een timmerman. Dus een beetje het ambacht was er al. En er was ook een kleerwasser. Ja, ja. En dat was een voorouder van jou? Ja, bed vooroverhouders. Hè. Ja, dus, ja. En altijd zijn ze vanaf... 1637. Bij jou in de familie? In onze familie kleerwassers geweest. Wat leuk. Ja. Was jullie nog kleren of doe je nou alleen maar lakens en slopen? Wij doen in principe alleen maar lakens en slopen, handdoekjes, servetjes, tafellakens, af en toe wat koksjasjes, maar alleen maar horeca-textiel. En jullie zijn mega, hè? Want ik heb me laten influisteren dat jullie de grootste van de wereld zijn. En Europa is de wereld, dus... Europa zijn we op dit moment. We hopen over een jaar of 3, 4 wel de grootste ter wereld te zijn. Dan gaan we naar zo'n 1,4 miljoen kilo was per week. Per week? Per week gaan we dan wassen. Wat gebeurt er daar? Nou ja, alle was komt hier binnen, ja. Vuil. Dan gaan wij sorteren, net als thuis, hè? Een beetje wit bij wit. Ja. Nou, wij doen lakens bij elkaar en handdoeken bij elkaar. Ja. En we kijken natuurlijk dat de gast er niks tussen heeft laten zitten. Hè? We hebben natuurlijk ook wel van die mooie zwarte onderbroekjes, een mooie lingerie erin. En dat willen we liever niet in de was hebben, want we willen wel die was wit houden. Hoeveel hotels doen jullie? Wij doen iedere dag op dit moment ongeveer voor een 16.000 hotelkamers iedere dag de was. Ja, maar het is wel belangrijk dat je de was van het Novotel niet naar... Okura brengt. Toch? Nee, dat wordt allemaal keurig door de computer bijgehouden. Ons hele computersysteem weet zodra het vuil binnenkomt hoe het gewassen moet worden, hoe het gedroogd moet worden, hoe het gestreken moet worden, hoe het ingepakt moet worden. Maar in 1637? Toen hadden we nog hier... Hadden je natuurlijk nog geen computers. Hoe ging het toen? Kun je daar... Nou, heb je daar nog tekeningen of foto's? We hebben wel wat foto's van uit net 1900, hoe het toen aan toe ging. Ook dit zijn foto's van vroeger? Dit zijn allemaal foto's van vroeger, van verschillende tijden. Daar wordt de was nog opgehangen. Dat doet me zo aan bij ons thuis vroeger denken. Want mijn moeder, die waste op maandag. Maandag is... Wasdag, hè? Zoals woensdag. Gehaktdag. Juist. En dan ging er een tobbe met heet water. Daar was een soort, ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort strijkbord, maar dan met ribbels. Ja, wasbord noemen ze het. En daar gingen ze met... Oh ja, dan maak je ook muziek op. Ja, tuurlijk, ja. En met een borstel gingen dan... Ja, de kleren gewassen worden. Ja, wassen is ook mechanische actie, hè? Ja, en daarna mocht ik het leukste doen wat er is als kind, dat is... Was ophangen? Wringeren. Wringeren, ah. Wringeren en wringen, dat als je dan ging de was dan doorheen zo. Ja, ja. En dan ging het water eruit. En dat vond ik als kind dat prachtig. Ja. Dat hoeft allemaal niet meer, hè? Nee, nee. Dit is eigenlijk de voorloper van de droogmachine is dit, hè? Ja, ja. Ze werd op latjes gehangen, werd in die kast geschoven, die was warm. Oh, dat zijn kast. Ja, 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 ja. Die ging erin en zodra zij bij de laatste was, kwam ze weer bij de eerste, dan was die weer droog. Maar voordat jullie het zo deden, was het natuurlijk echt gewoon alles met de hand. Hè? Alles met de hand, ja. Gewoon in grote wastobbes, zoals je moeder het ook deed. En dan had je van die grote houten stampers erin. Ja? En dan werd dat op die manier gedaan. Ja, ja. En later gingen natuurlijk paarden. Paarden? Paarden die liepen in een standmolen en die dreven dan al die machines weer aan. Dus en daarna kwam de stoommachine. Was hier vroeger nou andere dingen dan tegenwoordig? Vanaf 1859 zitten we in de stad Utrecht. Ja. En toen deden we natuurlijk, toen was Stork, Demka, ja. Al die grote zware industrie die Utrecht had. Ja, daar deden wij natuurlijk alle overals voor. Ja. Het abattoir op de Amsterdamse straatweg. Ja. Al dat soort producten waren klant van ons. Ja. Alleen, heel Utrecht is veranderd naar een kennisstad in plaats van een maakstad. Dus wij moesten als wasserij ook mee veranderen. Ja, dus wij zijn veel meer naar de, veranderd naar de horeca toe. Ja, om te zorgen dat we wel werk konden houden. Nou, hier komen we wassen. Dit zijn wasmachines? Dit zijn wasmachines, ja. Hier gaat iedere keer 50 kilo in, ja, per keer. En we doen er 2000 in een uur doorheen. In deze machine? In deze machine. Dit is allemaal vuile was. Het valt er vanzelf in. En het is allemaal computergestuurd? Het is allemaal computergestuurd. En over hoeveel minuten komt de volgende? Iedere 90 seconden komt er een. En we verbruiken ook maar heel weinig water hier. En heel weinig chemie. Met dat flesje wat je thuis hebt aan een zeepmiddel kunnen wij ongeveer een 2000 kilo mee wassen. Serieus? Ja. Een theelepeltje voor 50 kilo was. Wij gebruiken ongeveer 1,6 liter schoon water op een kilo wasmiddel. Weet ik? Ongeveer 25 liter. Wauw. Dus als ik eigenlijk milieuvriendelijk zou willen opereren, dan moet ik mijn was bij jou brengen. Juist. Ik zou het in overweging nemen. Dan wordt het hier gewassen, en dan wordt het gedroogd. Ja, dan gaan we verder naar de droger. Kijk, hier komt het eruit, Henk. Dit is lekker warm, lekker droog. Ja. Ja. En hoe hebben jullie het water eruit gehaald? Wij persen het water eruit. Oh. Net als met een fietspomp. Ja. En we drukken het, want ik moet binnen 90 seconden dat water eruit krijgen. Centrifugeren, dat ding thuis, dat wel 8 minuten te schudden. Ja. Dan gaan we hier naar beneden. En wat is dit voor een knop? Dat is nood. Als er echt wat anders, ja, je mag er indrukken, staat alles stil. Echt waar? Ja, ja, ja. Nee, laat me niet doen. Veiligheid. Ik vind het hele verleidelijke knoppen. Ja, ja. Maar daarom zit je ook heel verleidelijk daar, hè? Ja. Dat iedereen er goed bij kan. Dan er staat hier een wind. Ja, lekker. Dat ja, maar is puur voor de het scheiden van de vuile was, dat de bacteriën niet bij de schone was kunnen. Dat is ontzettend slim bedacht. Hey. En wat gebeurt er hier? Wat er hier gebeurt is, we hebben natuurlijk handdoeken. Die worden door hun ingegeven, de machine vouwt het automatisch op. Oh. En die dame hoeft het alleen maar in containers te stapelen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een flinke meid. Want voor mij was de toen, maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een leuke meid. Want voor mij was de toen. Kijk, die dekbedden komen er aan. Dan wordt die netjes neergelegd. Wat ik altijd een beetje uitgeflapperd, zodat de plooien eruit zijn. En dan wordt die weer keurig gestreken. En dit is eigenlijk een machine die wij mede hebben ontwikkeld. En daardoor doen we ongeveer 1400 van die dingen per uur kunnen we wegdraaien over een machine. Nou, we hebben 4 van die machines staan. Nou, en dit is dan de hagelwitte, lekker warme dekbedjes. Echt, echt lekker. Ja, dit zijn dekbedden. Keurig zijn deze, zeg. Mooi opgevouwen. En dat is eigenlijk de cyclus die wij continu iedere dag uitvoeren. Sinds 1637 gaat dit bedrijf van vader op zoon ook wel eens van vader op dochter gegaan? Nee, nee, helaas niet. Ik heb al een seksist. Nee, ik heb een dochter, die had ik heel graag in het bedrijf gehad. Maar ja, die heeft een andere leuke baan en dat gun ik er ook van harte. Wanneer viel het lot op jou? Behoorlijk wat jaar terug, toen ik 22 was. Ja? Mijn vader overleed en toen ben ik het bedrijf ingekomen om mijn moeder te assisteren. Maar ik was altijd al in het bedrijf, want als babytje zat ik al in de wasmand, lekker tussen de warme handdoeken. En dan sliep hij lekker, hè? Ja. Lekker warm. Dus wij hebben altijd in het wasgoed gezeten. Wij dus zeggen, het was geen straf voor je? Dat je nee, zeker niet, zeker niet. Want Van der Kleij's hebben geen bloed in hun aderen, maar zeepsop. Hè? Ik had het zelf niet durven zeggen, maar als jij het zegt, dus dan geloof ik het gelijk. Hé, maar de Van der Kleijs, je dochter wil het bedrijf niet overnemen. Nee, nee. Maar je hebt ook zoon? Ik heb twee zonen. Zonen zelfs. Zonen zelfs. En nou, ik heb slecht geteld, want ik zie ze daar staan. Ja. En die moeten een keer aan de bak komen. Heren, mag ik jullie even vragen om erbij te komen? En nemen ze het dan alle twee voor de helft over? Of, Ik denk dat het een hele goede duo wordt, want we hebben hier een verschrikkelijke techneut. En we hebben daar een echte commerciële man. Ja, dus ja, die vullen elkaar prachtig aan. Daarom ben ik ook niet zo bang dat we twee man aan één stuur hebben. Ze hebben allebei hun eigen expertise en daar gaan we ook gebruiken van ze. Vinden jullie dat nou leuk? Om in dit bedrijf te komen, denk je van ja, het is al sinds 17 nog wat zo. Ik zou niets anders weten wat ik anders zou willen doen. Dus, serieus? Serieus? Ja, ja, nee, ik kan me voorstellen dat je gynaecoloog wil worden of zo. Ja, of, dat is leuk, maar dit is nog leuker. Laat mij maar lekker tassen en doen. En, tot slot, ja, eigenlijk staat hier een zeer bloeiend Utrechts familiebedrijf, toch? Ja. Dat is er iets waar je trots op moet zijn. Is dit nou ook zo'n bedrijf waar passie in zit? Zeker weten. Maar waarom dan? Ja, het is natuurlijk prachtig, het bedrijf is al zo oud. We werken hier samen met drie mannen, het is één grote familie. Dat is natuurlijk heerlijk. Ik zit elke keer in de kantine samen met mijn broer een broodje te eten. Nou ja, wie doet dat? Dat kan alleen maar bij een echt familiebedrijf, toch? Dat is toch prachtig? Ja, ja. Dat is echt passie en liefde voor het vak. En burenbroodjes? Nee, gewoon thuis. Thuis gesmeerd. Ja. Thuis gesmeerd? Ja, tuurlijk. Kijk, zo hoort het in de familie. Gewoon een zakje meenemen. Mag ik jullie uitzwaaien? Ja, oké. Zwaaien, dan doe je het.